Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Ja, het verschil in MC's. En je hebt een hele vaste... je hebt nu een vaste groep MC's. Terwijl in het eerste seizoen... Je had heel veel gasten die één battle deden. Die we daarna nooit meer hebben teruggezien. En... Je had maar een select groepje die daar vast was. En nu heb je eigenlijk gewoon een selecte groep van 20, 25 mensen die er altijd zijn. Plus een heleboel nieuwe gezichten. Op een gegeven moment, je kent iedereen, ook al voor Punch-Out. En nu, van de New Gen ken ik bijna niemand. Dus dat is wel leuk om allemaal nieuwe gezichten weer te zien. Ja, het is een beetje begonnen in die freestyle battle tijd, denk ik. Dat was altijd leuk, maar dat werd meestal niet gefilmd, maar dat waren gewoon leuke avonden. En Punch-Out, aan het begin had ik er eigenlijk niet zo'n zin in. Ik had dat battle had ik wel gehad. Maar ik ben een paar keer naar een event geweest en toen gingen Remix en Addy me een beetje voor het blok zetten tegen Excellent. Van ja, hij moet ook meedoen waar ik naast had. En ja, toen moest ik eigenlijk een soort van wel. Nou, en sindsdien is het toch wel weer leuk. En ja, heel veel battles gedaan vooral. Het is de laatste tijd wel minder. Ik doe niet meer elke keer mee of zo. Maar ja, het is toch altijd wel leuk. En ja, reactie krijgen en gezelligheid samen en zo. Dat trekt me wel iedere keer terug. Ja, dat weet ik dus eigenlijk helemaal niet. Ik ben er nooit zo mee bezig met die groei. Mensen zeggen altijd, zoals nu zeg jij tegen mij, bizarre groei en zo. Maar ik ben er zelf helemaal niet mee bezig dat zo is. Ik heb gewoon vanaf het begin geschreven wat ik zelf leuk vond. En misschien dat ik op een gegeven moment meer mijn draai qua delivery gevonden heb. Of de manier waarop ik het overbreng. Maar... Ja, ik laat het meestal aan het publiek of aan de mensen die het zien over of er een groei is en wat ze dope vinden en wat niet. Maar als die groei er is, dan accepteer ik hem, vind ik prima. Maar het is niet dat ik dat zelf heel erg ervaar. Dit jaar. Ik denk de eerste tegen Crazy S. Gewoon qua performance en zo. Bij alle andere battles heb ik nog wel lines gehad die ik vergat of zo. En dat weet ik altijd wel op te lossen, dus dat valt het publiek niet op. Maar voor mijn gevoel... Denk ik altijd van ja, fuck, ik had dit nog moeten spitten en dat moeten spitten. Tegen Insano was ik gewoon, ik denk een kwart van mijn hele battle kwijt. En tegen Crazy S heb ik wel gewoon alles gespit en ook wel, vind ik zelf, goed gedeliverd en zo. Dus dat was wel een fijne battle om terug te zien. Nou ja, wederom niet bewust. Kijk, je schrijft gewoon dat stampje in je hoofd. En misschien dat het, omdat ik iets luider was dan normaal, dat het daardoor wat harder overkwam of zo. Maar het is niet dat ik van tevoren dacht van ik ga deze helemaal aanpakken of zo. De benadering was hetzelfde als in alle andere battles. Maar hij raakte het ook een beetje kwijt en zo, waardoor het niveauverschil ook veel groter leek dan het had moeten zijn. En ja, ik denk dat het op die manier ook wel bijdraagt aan hoe mensen er tegenaan kijken. Ja, die EP van een paar jaar geleden is toen een beetje in vergetenheid geraakt. Want die mattie van mij, DJ Sron heet hij, we zijn ook daarnaast allebei solo-artiest. En hij kreeg een manager die eerst wat andere projecten wilde releasen. Dus daardoor werd die Bang Gang shit een beetje naar de achtergrond geschoven. En op een gegeven moment was het ook zo lang geleden dat we zelf zoiets hadden van ja, waar zouden we het nog voor doen? Dus we hebben wel die cd's gedrukt destijds, maar daarbuiten hebben we het eigenlijk nooit online gezet of die cd heruitgegeven of zo. Ja, de clip is wel beter ontvangen dan ik dacht. Het heeft niet de views die een EZG of een Kaaskoes haalt of zo, maar dat had ik ook niet verwacht. Maar alle reacties die ik tot nu toe heb gehad zijn wel positief. Terwijl als je 20.000, 30.000, 100.000 views hebt, dan zit er ook altijd een bepaald percentage negativiteit bij. Ook al zijn het alleen maar mensen die zeiken om het zeiken. En dat heb ik nou niet of weinig gehad, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, dat klopt wel, maar even kijken, ik ben nu dus met een album bezig en aan de ene kant staan er een heleboel features op, maar de meeste features zijn op één track. Ik heb één Posse Cut met een hele lijst rappers die ik ken en verder zijn het bijna alleen maar solo tracks. Misschien dat ik ergens nog een zanger vandaan trek of zo. Volgens mij zou Eerste Keus, daar zou ik nog een track mee doen. Ik heb een track met DJ Sron, omdat een album van mij, daar moet eigenlijk wel een feature met hem op. En Engel die heeft toegezegd voor een track, maar daar moeten we nog aan gaan zitten. En we wilden er nog een derde MC voor vragen, maar daar ben ik nog niet uit. Dus zoals het nu uitziet, DJ Sron, Eerste Keus, Engel,
En een blik rappers voor die pussycut. Ja, de reviews die zijn een beetje naar de achtergrond geschoven. Ja, eigenlijk door mezelf. Omdat ik en druk ben met battles, en druk ben met mijn muziek. En nou, daarnaast heb ik ook gewoon een leven. Dus ja, ik vind het heel lastig om die reviews er nog bij te doen. Het is niet dat ik daar per se mee gestopt ben. Maar ik moet er gewoon eventjes de tijd voor hebben om dat weer eens een keer in te plannen. Want daar zit ook gewoon een hoop werk in. Ik ben nu wel naast muziek en punch-out ben ik nog bezig met stand-up comedy. Dat is een beetje mijn nieuwe avontuur. Dus ja, daar ben ik nu een beetje voorzichtig aan het leren, om het zo te zeggen. Ik ben benieuwd naar de nieuwe It. Iedereen noemt het een remake, maar het origineel is een officiële miniserie. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat er een film van gemaakt wordt. En ja, die tweede helft kan eigenlijk alleen maar beter worden. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Het is alleen zo dat het personage, de clown Pennywise, die is heel iconisch. Door degene die hem speelt ook. Dus het is heel erg afwachten hoe de nieuwe dat doet. Want toen Freddy Krueger ineens door iemand anders gespeeld werd, dat pikten de fans ook niet. Dus het is heel erg afwachten hoe dat bij deze film wordt. Ja, dat weet ik dus toch even niet. Ik vind hem wel een lastige om tegen te schrijven. Ik heb niet direct angles op hem. Maar het is wel zo, als een battle vaststaat, dan komen er meestal ook wel ideeën in me op. Dus dat zal nu ook wel zo zijn. Maar ik ben zelf niet van googlen en Facebooken of wat dan ook. Ik heb altijd zoiets van, ik zie wel wat me te binnen schiet. Misschien dat ik nog wel wat battles van hem terug ga kijken om te zien wat andere mensen over hem zeggen of zo. Maar verder moet ik het gewoon even op zijn beloop laten. Ik denk dat ik wel bij de kansmakers zit. Ik denk dat de top 3 in ieder geval allemaal wel mensen zijn die zouden kunnen winnen. Afhankelijk van wat de tegenpartij doet. Maar ja, verder, ik kan ook een mindere dag hebben of iemand waartegen. Kan juist ineens Super Saiyan gaan. Dus je moet gewoon kijken hoe het in de praktijk uitvalt. Maar als we gewoon kijken naar eerdere prestaties van MC's in dit seizoen, dan denk ik dat ik er wel bij zit. Ik zou voor Stef of Eerste Keus gaan, een van die twee. Ja. Okay. Ja, is misschien ook logisch. In die top 3 is er ook niet voor niks, denk ik. Maar ja, dat zijn gewoon de mensen die ik het meest geloof qua battle-stijl. Nog eens nakijken, want ik kijk ook niet alle battles terug. En ik heb tot nu toe ook nog niks van Chopper teruggecheckt sinds die match bekend is gemaakt. Dus dat moet ik gewoon nog even terug bekijken. Ja, ik vind de meeste eigenlijk wel tof. Eerste Keus Noozy. Nick Vane Popjorn ben ik erg benieuwd naar, omdat ze wel een beetje qua persoonlijkheid wel een beetje vergelijkbare guys zijn. Ik weet niet, man, wie waren dat er nog meer? Nee. Ja, nee, succes. Nou, koop allemaal je kaartje voor 25 juni 2017, vlakbij station Blaak. Kaartje 7,50. In ieder geval 8 fire battles, geen reden om niet te komen. Zie jullie daar.